Half Gieten en vele media waren vanochtend verzameld om te kijken naar de hereniging van een oud vrachtwagenchauffeur met zijn oude Scania uit 1972. Die heb ik hier naartoe gehaald voor mijn buurman Arie Klaasens. Goede buurt is beter dan verre vriend. En dit komt toch weer naar boven toe, want ik kom regelmatig wel eens een keer bij hem. Om even een borreltje te drinken of even bij te kletsen over het werk van vroeger. Want ik ben vroeger zelf vrachtwagenchauffeur geweest, dus dan weet je waar het over gaat. En dan komt altijd het moment bij hem terug van vroeger, als jonkje van 4 jaar, met mijn oude heer op de knie, achter het grote wiel. En toen wist hij het, ik word vrachtwagenchauffeur. Via sociale media wist Van Oost de truck op te sporen. Door zijn gezondheid, mannenkwaal, longkanker, heeft hij het werk vaarwel moeten zeggen. Want hij heeft totaal geen uithoudingsvermogen meer om het werk nog te doen. En dan komen vaak de herinneringen boven van vroeger. Maar waarom doe je dit voor hem? Liefde. Ja. Ja, liefde. Ik weet wat die man doormaakt. Ja, sorry. Ik weet wat die man doorgemaakt heeft en nog steeds doormaakt. En dit plezier wil ik hem nog een keer geven. Ja, we zijn staan. Een vest aan doen. Die komen er wel. Kom maar, Jim, jongen. Goedendag, Jim. Dat gebeurt hier niet. En we lusten het in met. Kijk eens, Jim. Ja? Wat wil je met doen, mevrouw? Dat heb je allemaal gemerkt, nou, mij. Nou, loop maar eens in met dat. Oh, verrek. Oh, shit. Hoe loopt de vrachtwagen, Arie? Voor de deur. Jongen, jongen, prachtig. Is het ook je beste vriend? Ja. Ja, absoluut. Ja. Mannentaal, hè? Ja. Maar hij heeft toch in mijn zit niet? De eigenaar niet, ik heb er net in zitten. Oh. Dit is de herinnering van Mummel weer boven. Dat is kwaad, jongen. He? Dat zoveel jaar geleden, kun je je niet voorstellen, meer dan 50 jaar geleden al. Prachtig. Oude Roos? Ja, oude Roos. Kelp, kelp. Dat is wel mogen, maar eens. Dat dacht ik ook niet. Prachtig.